super inspirerende sessie. Ik heb 4 mensen gezien die naar data kijken vanuit verschillende invalshoeken. Ik vond de ronde tafel vandaag heel erg inspirerend om juist vanuit verschillende invalshoeken te horen over het belang van data-gedreven werken en ook wat er allemaal bij komt kijken van data. Een goed gesprek gehad met 4 deelnemers. Verschillende uitgangspunten, verschillende ideeën hoe en wat. Als ik de gesprekspartners aan tafel hoor, dan vertellen die net als ik ook van jongens, maak een strategie, ga touchpoints creëren en zorg dat je je cultuur gaat omdraaien naar een data-driven company. Ik denk een belangrijk aspect wat we met z'n allen delen is dat iedere organisatie ervan profijt kan hebben om datagedreven te gaan werken. Maar ik vond het verhaal van Esri vond ik met name interessant. Een speler die ik zelf echt niet kende en hoe zij met geomapping, kaarten en daaraan gekoppelde data omgaan, zeer interessant. Ik zelf ben van achtergrond geograaf en vanuit mijn perspectief is data is extra mooi als het ook een locatie heeft. Bijna alle data is van een plek of gaat over een plek, heeft een bepaald raakpunt met een plek. En het is heel erg fascinerend om te zien wat voor inzichten je krijgt als je je data als op de kaart gaat zetten. Data, het moet toegankelijk zijn, moet opgeslagen zijn, toegankelijk. Het moet betrouwbaar zijn en koppelbaar. Innovatie doorvoeren en zorgen dat artificial intelligence, machine learning echt op de agenda komt binnen de boardrooms en daadwerkelijk wordt omgezet in business value. Maar denk ook goed na over welke data je niet gebruikt of niet nodig hebt. En zorg ervoor dat je die of vernietigt of op een juiste manier beveiligd wegzet. Identificeer een onderwerp waar je winst kan halen. En ga dan niet wachten tot je data helemaal goed is. Maar start gewoon en kijk welke inzichten dat oplevert. En ga zo al doende leren om steeds meer data gedreven te gaan werken. Je leert ontzettend veel wat de datakwaliteit is en hoe je data kunt gebruiken en welke data dat je nog zou willen toevoegen. Juist door met analyses en data science en artificial intelligence te starten. Begin vooral waar je kan beginnen, dus waar je een dataset hebt van goede kwaliteit, die toegankelijk is met een use case erachter. En ga daarmee starten en denk niet te groot.